Het is weer bijna oud en nieuw en Jan Willem en ik vinden dat er echt kaardenknallen bij horen. Soms zijn die knallen best wel gevaarlijk, dus wij hebben iets bedacht waarmee we het iets veiliger kunnen maken. Maar voordat we beginnen jongens, even serieus. We proberen het natuurlijk veiliger te maken het vuurwerk, maar we kunnen er niet garant voor staan. We hebben geen testen gedaan. En echt jongens, hou je kopje erbij bij vuurwerk. Doe geen gekke dingen, doe het altijd veilig. Vuurwerk is natuurlijk heel gevaarlijk. Het is eigenlijk gewoon een grote bom. Maar wij denken dat het altijd fout gaat bij het afsteken van het lontje. Sommige mensen hebben een heel kort lontje. Vuurwerk heeft dat ook vaak. En als je er dus een afsteekt, weet je eigenlijk niet hoe lang het gaat duren voordat hij afgaat. We hebben wel eens meegemaakt dat hij echt heel snel afging. Ja, en je hangt er ook boven dat je hem aan het afsteken bent. Wij hebben al onze vingers nog. En om jullie ook daarmee te gaan helpen, gaan we een echte oplossing laten zien waarmee je het vuurwerk op een echt lange afstand veilig kan afsteken. Dat is wel handig voor echt dat vuurwerk wat echt heel snel afgaat. En jullie denken waarschijnlijk allemaal hier aan. Nou, zoiets gaan we ook maken, Jan Willem. Maar ik moet even naar de winkel, want ik moet even het vuurwerk halen. Dus als jij even tegen de mensen zegt dat ze moeten gaan subscriben, dan ben ik zo weer terug. Ja, dus subscriben daar beneden en ook even op dat belletje klikken. Hè. Dan krijg je al onze nieuwe video's. Dat ging heel erg fout. Nou, kijk eens Jan Willem. Oh, het vuurwerk! Yay. Lekker veilig, lekker op de pak. En dat kon je zo al kopen? Ja, gewoon bij de Action. En dan mag je nu ook al afsteken? Er staat op waarschuwing gevaar, maar ik heb geen idee. Ik zal even bellen, zet een telefoonnummer op. Dus categorie F1. Vuurwerk is onderverdeeld in een aantal categorieën, waarvan categorie 3 en 4 vuurwerk mag alleen afgestoken worden door een professional. Categorie 2 is het vuurwerk wat door consumenten mag worden afgestoken, maar alleen met autodien. En dan heb je nog één categorie en dat is categorie 1 vuurwerk. Daar vallen dus knetterballen, knetterlinten, grondbloemen, maar ook kleine fonteintjes onder. Zolang je niet iemand tot overlast bent, mag je dat eigenlijk het hele jaar door. Dus dan zou je bijvoorbeeld ook op kinderfeestjes of noem het maar op, zou je dat gewoon mogen afsteken, absoluut. Nou, blijkbaar kunnen we het gewoon meteen afsteken, of niet te wachten tot oud en nieuw. Dit is wat we gaan doen. We willen met een gloeiende draad dit lontje aanstreken. Ja, daarvoor hebben we weerstandsdraad gehaald. Dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met het gloeidraad wat in gloeilampen zit. Het is eigenlijk een draad waar je stroom op zet, die gaat gloeien en die brandt niet door. En dat klemmen we dan vast aan het lontje met een goede klem, zodat je er niet bij hoeft te blijven. Dan kan je gewoon weglopen, blijft goed zitten en hij ontsteekt dan beter. Dan doen we er een goede dikke kabel aan. En met aan de andere kant een accu. En dan een dikke schakelaar. En als je dan die schakelaar overhaalt, gaat er een hele hoge stroom lopen door die kabel naar dat gloeidraadje. Omdat die goed vast zit aan het lontje, gaat het ervoor zorgen dat het lontje ontsteekt. En dan heb je als goed is een hele grote, mooie knal. We hebben de draad. We gaan even testen of die wel echt gloeit, hoeveel volt en zo. Dat soort dingen. Daar gaan we de voeding voor gebruiken. We gaan een beetje testen welke voltages, welke lengtes nodig zijn. We hebben twee draden, we hebben eentje van 2,5 ohm en eentje van 10 ohm. Per meter. Per meter. Ja, steek hem er maar in. Oh. Nou, dat werkt heel goed. Om een langer stuk draad te doen. Ja, dus nu proberen we een mooi lang stuk. Want het is 10 ohm per meter, dus hoe langer je de draad maakt, hoe meer weerstand die geeft. En hoe minder snel die doorbrandt. Ja, dit is het effect wat we willen. Kijk. Gewoon een gloeidraad. 4 ampère gaan er nu doorheen. Wow! Nu even voor de echte test. Ja! Voor ons werkt een 15 centimeter draad met 10 ohm per meter. En die krijgt dan het lontje aan. Nou, dus als je niet zo'n lampvoeding hebt, dan moet je gewoon de directe accu erbij pakken. Je moet wel voorzichtig zijn. Lipo-accu's door kort sluiten is niet altijd een goed idee. Maar als je gewoon vanaf echt heel lang begint en dan steeds korter gaat, ja. Dat is de veiligste manier. En dan wel zorgen dat je echt een weerstandsdraad hebt en niet gewoon een stukje koper of een stukje metaal. Soldeert in. Dan sluit hij zo door. En nu dus benieuwd of hij ook echt op de accu gaat werken. Want dan kunnen we op de labvoeding zeggen dat het werkt met 7 volt, maar zoals ik hem nou erin doe hier, dan... Ja, ik stop eerst deze even ertussen. Gaat hij dan? Ah, oh, hij zit vast. Het is eigenlijk het idee dat we eigenlijk heel kort dus even laten gloeien en dan gaat hij eigenlijk al ontsteken. Ja, daarom gebruiken we ook een momentschakelaar. Dat is niet een schakelaar die je omzet en blijft staan. Maar als je hem aanzet en loslaat, dan springt hij vanzelf weer terug. En je ziet ook wel, dit is een best wel dikke schakelaar. En dat heb je nodig omdat er best wel veel ampère doorheen moet gaan. De volgende stap is dus het knijpen van het gloeidraadje aan de lont. En als je zo zag,
deze knijpers die branden gewoon, die smelten gewoon van de hitte. Dus moeten we eigenlijk iets maken wat er tegen kan. Een grote knijper. Nou, we hebben dus al een soort van Frankenstein versie gemaakt met wat eetprikkers en hot glue. Ja, het ziet er allemaal niet zo mooi uit, dus daarom gaan we hem nou... Ik denk dat we zo eentje moeten gebruiken. Ja, iets groter. En we hebben in plaats van hout, dat brandt natuurlijk, hebben we... wat hebben we gehaald? Steentjes voor in de badkamer. Vuursteentje. Keramiek, dat kan wat beter tegen de hitte. Het idee is dat we de draad hier omheen wikkelen, zodat de draad niks kan smelten. Zoals gewoonlijk werkt ons originele idee weer niet. Het probleem is, van dit ding, dat klemt te hard. Zeg maar, het duwt hem gewoon uit ofzo? Ja, het duwt hem uit, het haalt te veel hitte weg, weet ik veel. Maar als je ze gewoon zo los op elkaar legt, dat doet hij het. Het idee voor mij was om hier gewoon een gleuf in te slijpen. Ik zag net jij al met een ijzerzaagje bezig. Maar dat we een gleufje maken waar de lont gewoon in past. Zal ik even een dremeltje pakken? Pak lekker de dremel. Ja, het moet wel vast. Ik voel dat er een beetje over zit, dat is wel goed. Ja, probeer maar. Hey. We wikkelen natuurlijk de draad om het steentje, dus de achterkant wordt ook warm. We gaan 3 steentjes doen, omdat dit steentje kunnen we gewoon vastplakken. Alleen deze kant wordt warm. Maar bij dit steentje komt natuurlijk de kabel omheen gewikkeld, dus komt die ook de achterkant. Daar wordt het wel warm. Maar als je dat gaat plakken met hot glue, dat werkt niet. Dus plakken we aan de onderkant een ander steentje tegenaan, dan kunnen we die wel volledig vastplakken. Kunnen we vast de ontsteker maken? Hoe dacht je dat dan? Zo, hè? Nou, de huptepie. Ja, test hem even dan. Oh, hey, dat vind ik echt cool. Dat vind ik echt cool. Dit werkt best wel goed. Tevreden? Dit werkt best wel goed. Heel nice. Nou, dan kunnen we hem gaan testen. Het idee is, straks... Kijk, we hebben natuurlijk deze vuurdingen, vuurpijlen, weet ik wat het allemaal is. Maar als je dan zo'n knijper aan gaat hangen, dan krijg je heel snel dat het een beetje gevaarlijk wordt. Dus Freek had een hele goed idee. Om dus met deze paal van een afstand eigenlijk zo. Ja. Kijk, dan kan je er gewoon zo goed hoogte brengen. Dat lontje erin zetten. En dan allemaal veilig.